Deze firma, BE Domeinhost, stuurt ongevraagd facturen naar bedrijven en particulieren met een eigen webadres. Maar wie de kleine lettertjes leest, ziet dat het niet om een factuur gaat, maar om een opdrachtbevestiging. En dat kan duur komen te staan, zegt deze webontwikkelaar. Als mensen daarop zouden ingaan, dan zijn ze effectief hun domeinnaam kwijt aan dat bedrijf en kan het heel veel moeite kosten om die domeinnaam ooit nog terug te krijgen. Je zult er zwaar voor moeten betalen. Dat vermoed ik wel, ja. Over deze misleidende factuur regent het klachten bij DNS Belgium, het enige erkende bedrijf dat Belgische webadressen mag uitdelen. We hebben de laatste dagen een 70-tal meldingen gekregen. Wij raden iedereen aan om goed te lezen wat erop staat. Uiteindelijk betreft het geen factuur, maar is het een eerder malafide aanbieding van diensten waar mensen worden uitgenodigd om te betalen door partijen die zich voordoen alsof ze iets met DNS Belgium te maken hebben, maar uiteindelijk niks met ons te maken hebben. De valse firma heeft geen ondernemingsnummer, enkel een postbusadres in Antwerpen. En als we de klantendienst bellen, krijgen we dit te horen. Het oproepnummer dat u gevormd hebt, is niet in gebruik. De firma opereert vanuit Spanje en het geld moet ook gestort worden op een Spaanse rekening. Voor DNS Belgium allemaal reden genoeg om in te grijpen. Wij hebben de domeinnaam in kwestie waar ze naar verwijzen in een procedure gezet om te schrappen. Dus wij controleren eerst de identiteit alvorens we dat doen. We hebben hier een sterk vermoeden dat er een valse identiteit gebruikt wordt. Dus binnen een aantal dagen zal die domeinnaam niet meer in dienst zijn. Wie dit soort facturen ontvangt, dient best meteen een klacht in bij de politie.